Koningin Beatrix en prins Klaus waren meegekomen naar Wales om prins Willem-Alexander naar zijn nieuwe school te begeleiden. Het koninklijk gezelschap werd begroet door de rector van de school, de heer Stewart, de mentor, de heer Hopman, en de leraar Nederlands, de heer Gerritsen. De school is gevestigd in een middeleeuws kasteel aan de zuidkust van Wales. Het Atlantic College staat borg voor internationaal gericht onderwijs. Het diploma geeft toegang tot universiteiten en hogescholen. Op het Atlantic College, een kostschool, studeren 350 leerlingen uit meer dan 40 landen. Jaarlijks worden 6 Nederlandse studenten tot deze 2-jarige opleiding toegelaten. Een belangrijk onderdeel van het studieprogramma vormen, wat men hier noemt, de diensten voor de omgeving. Studenten werken mee in het sociale werk in het nabijgelegen dorp of kunnen worden ingezet bij een eerste hulppost in het iets verderop gelegen Cardiff. Maar het meest in het oog springend is de eigen reddingsbrigade. Sinds 1962 hebben de studenten van Atlantic College in het kanaal van Bristol al meer dan 150 mensenlevens gered. Hoe kijkt men nu aan tegen de komst van de Nederlandse kroonprins? As far as we're concerned, it's good to have him, but he will be an ordinary student when he's here. He will be treated like everybody else. And I think that's what he wants, probably. That's what we want him for, anyway. Na de begroeting door de schoolleiding van morgen werden enkele medestudenten voorgesteld. Zij zullen de komende 2 jaar met prins Willem-Alexander in het schilderachtige Wales studeren.